Ali, goedenavond. Vanavond, Peelpush. Belangrijke tegenstander, maar je staat wel strak bovenaan. Ja. Ga je dat volhouden na vandaag? Dat is de bedoeling. We gaan zeker proberen om die koppositie te proberen vast te houden. En zo lang mogelijk natuurlijk. Maar deze tegenstander, als we het vergelijken met de tegenstanders die we afgelopen week hebben gehad, is toch van andere kaliber. Dus ik verwacht een leuke wedstrijd. Ik verwacht ook heel veel tegenstand van ze, omdat ze de laatste twee wedstrijden natuurlijk verloren hebben en dan willen ze wat rechtzetten. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik heb heel veel vertrouwen in mijn eigen team en ik ga ervan uit dat we vanaf gaan winnen. Heb je een speciale tactiek of mag ik daar voor de wedstrijd niks over horen? Nee, we hebben geen speciale tactiek. We spelen altijd onze eigen spelletjes met bepaalde nuances op wie we moeten serveren of hoe we ze moeten blokken. Daar hebben we natuurlijk bepaalde afspraken, maar over het algemeen tegen wie we ook spelen passen we ons niet zoveel aan. Dus, Maar koppositie, er wordt ook heel veel verwacht van jullie team. Ja. Kan je de druk aan? Ja hoor, tot nu toe gaat het uitstekend. Ik bedoel, wij doen dit juist, wij zoeken die druk zelf op. Anders moet je niet in een competitieve sport zoals volleybal is deelnemen. Dus we spelen op hoogste niveau en druk hoort er gewoon bij en dan hoor je gewoon mee leren omgaan. Dus voor mij is het alleen maar leuk dat die druk is. Dat zoeken we zelf op. Nou, we willen de druk komend jaar zeker iedere wedstrijd weer zien. Maar dankjewel en ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Goedenavond, welkom in onze Alterno Hall. Vanavond tegen de koploper van de competitie. Wat zijn je verwachtingen? Nou, mijn verwachtingen die hebben eigenlijk niks met het resultaat vandaag te maken. Ik hoop dat we er een goede pot van kunnen maken. En mag ik duidelijk zijn dat Alterno op dit moment een stabieler team heeft in ieder geval als wij. En zeer degelijk kan spelen ook. Zover zijn wij nog lang niet. Wij zitten nog in de pieken en dalen fase, zeg maar. En ja, goed, ik hoop dat vandaag een piek wordt. Dus dan kunnen we kijken wat dat oplevert. We hopen absoluut op een mooie wedstrijd met veel tegenstand. Afgelopen wedstrijden hebben jullie helaas verloren. Ja. Geeft dat niet dan een extra druk om hier vandaag wel te presteren? Nou, een druk denk ik niet. Ik denk eerder een stimulans. Natuurlijk, afgelopen woensdag hebben we ook geen goede wedstrijd gespeeld. Niet alleen verloren, maar ook geen goede wedstrijd. Dat geeft in ieder geval de stimulans om het vandaag beter te doen. Zonder te kijken naar winst of verlies. We kunnen vandaag misschien een hele goede wedstrijd spelen, maar toch de punten hier moeten laten. Dat kan. Maar we gaan er in ieder geval voor proberen te zorgen dat we tevreden weg kunnen gaan. Nou, dat is al op zijn minst wat je moet gaan bereiken, ja. Dat je tevreden weggaat. Wij hopen natuurlijk dat Alterno wint, zal je niet begrijpen. Maar heb je een bepaalde techniek of tactiek waarvan je denkt, nou, zo kan ik Alterno onder druk houden? Ja, goed, we zullen natuurlijk, maar dat geldt voor elke wedstrijd. Alles begint met serveren en pasen. Dat zijn natuurlijk de dingen waar het mee begint. En dat zal vandaag ook zijn. Dus we hebben natuurlijk wel bepaalde afspraken gemaakt waardoor proberen om in ieder geval het spel van Alterno te ontregelen. Ja, of dat lukt, dat zal ervan afhangen en hoe wij serveren en wat vandaag Alterno natuurlijk ook zelf heeft. Ik wens je in ieder geval wel succes tegen Alterno en dankjewel voor het interview. Okay. Dames, mini van de week. Zeg even wie je bent. Ik ben Marin Essenstam. Ik ben Alike Kunst. Beide uit meisjes D3 hoor ik net. Waarom vinden jullie volleyballen zo leuk? Het is gewoon teamsport en je hebt heel veel gezelligheid. Ja, ik vind het is teamsport, het is gezellig en ik vind het wel fijn. Ik vind het wel leuk om uit een bal in het spel te doen. En nu mini van de week bij dames 1. Wat hopen jullie? Dat het heel leuk wordt. Dat ze winnen. En dat ze winnen, al dat ze winnen is ook belangrijk. En jullie zijn bezig met de warming-up? Is dat anders dan bij jullie eigen team? Ja, dit is iets zwaarder. Ja, en bij ons eigen team dan doe je het toch wel anders. En hoe is het in meisjes D3? Meestal dan is het wel heel gezellig en we kunnen ook wel goed samenspelen. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde en soms is het gezellig, maar als we met een wedstrijd bezig zijn, zijn we wel echt heel erg serieus. En ooit in dames 1? Ik hoop het, maar... Ja, je hoopt het natuurlijk. Goed trainen dus, hè, dames. Nou, heel veel plezier vanavond en aanmoedigen. Ja. Dank jullie wel.